bijna standaard, maar het is een zonnige dag. We staan in Schagen bij de bekende Cabrio-dag. Er staan er weer 100 en dit jaar ook de dubbeldekker. Dus wij kijken uit naar een fantastische dag. Dat dit gewoon weer gebeurt op de Cabrio-dag, de 16e keer, ja, fantastisch. Ja, ja, heerlijk. En misschien... Daarom heb ik ook mijn zonnebril opgelaten, sorry. Ja, anders had ik hem even afgedaan, als je wist. Ja, goed. Bas, zou er iets kunnen zijn waar je nou nog zorgen om maakt? Nou ja, we hebben geen zorgen, hè, want uiteindelijk gaat het altijd weer goed komen. Maar we hadden wel een beetje een gedoetje met de indeling. Dat de nummertjes eigenlijk niet meer klopten. Dus we hebben wat crisisberaad gehad, maar uiteindelijk hebben we dat opgelost. Dus als het goed is, zit iedereen bij de juiste auto en past het. En we hebben altijd nog de cabrio-dagbus daar, waar het in kan als het moet. Dus de restjes gaan in de bus? De klikjes. Nee, nee hoor, iedereen heeft het mooiste plekje. Dus, maar dat is wel fijn dat we die hebben. In een cabrio-bus voor 49 personen. Ja, dat hebben we beloofd. Dus ja, wat je belooft moet je doen, hè? Ja. Dus, ja, echt fantastisch. Ik zei net al, we moeten wat bedenken wat we volgend jaar kunnen doen. Maar hoeveel mensen kunnen er mee nu? 49. Dus er komen mensen van de EHBO komen erin. Begeleiders komen erin. En natuurlijk de bijrijders. Dus ja, ja. En ik zie geen veiligheidsgordels? Nee, dat is in deze bus omdat hij heel langzaam gaat. En hij gaat ook echt serieus echt langzaam. Dus ik moet echt mijn best doen om de stoet bij te gaan houden. Dus dat is niet verplicht hierin en dat is ook niet, niet nodig. Dus we gaan zo langzaam, dus dat komt helemaal goed. Ik heb begrepen, je moest hem gisteren halen en dat was niet om de hoek? Nee, dat was in Veldhoven hebben we hem gehaald, de bus. Gisterochtend om 7:30 heen geraakt en uiteindelijk... 1:30 'smiddags, 2:00 waren we weer hier gisteren. Toen hebben we eerst nog met een aantal heren hebben de bus helemaal schoongemaakt. Omdat hij zag er niet zo goed uit. Dus we willen wel dat de bijrijders en zo allemaal in een nette, schone bus natuurlijk zitten. Dus na het schoonmaken hebben we alles versierd. En hier staan we. Dus we hebben er zin in. Ik ga mee in de bus. Heb je er zin in? Ja. Is het je eerste keer dat je meegaat? Ja. Ik sta nu bij Marcel. Marcel, de hoeveelste keer rij je mee? Dit wordt de eerste keer. De eerste keer? Dit wordt de eerste keer. En wat maakt dat je nu meedoet dan? Dat we in september vorig jaar voor het eerst een cabrio hebben gekocht. En toch niet om deze reden, om hier in deze dag mee te doen? Als ik mensen er een plezier mee kan doen, dan doe ik dat graag. Maar het is hoofdzakelijk natuurlijk ook voor je eigen plezier. En heb je er al vaak in kunnen rijden? Nou, we hebben hem in september gekocht. Toen hebben we toch een aantal mooie weken gehad. En nu wordt het weer mooi weer. Dus nu gaat hij weer gepoetst en al de weg op. En hoeveel meerijders krijg je? Als het goed is krijg ik één bijrijder met een begeleider. Oké. En wat heb je het meeste zin in vandaag? Zien en kijken en genieten. En weet je al in welke cabrio je mag? Dit is een BMW, maar er staat geen nummer op. Sommige BMW's. Blijf je hier gewoon op dit punt staan tot er iemand langskomt rijden? Ja. Nee. Je moet een nummertje weten, maar sommige auto's hebben nog geen nummers. Even dit, alle nummers staan door elkaar. Dus je moet op volgorde staan eigenlijk. En wat weet je wel van die auto? Want misschien kunnen we je wel helpen zoeken. Nou, ik red me wel. ik red me wel. Nou, en weet je wat het is? Er rijdt dit jaar ook een bus mee. Dus ja, als je de auto niet kunt vinden, kun je altijd in die bus stappen. Dan ga ik naar Spanje toe. Ga je mee? Ja, ik wel. Ja? Wat leuk om jullie even te zien. Nou, ik vind fijn dat jullie er ook zijn. Maar we hebben ons best weer kei gedaan om ze allemaal weer in de auto te krijgen. We hadden op een gegeven moment 160 deelnemers. En ze moesten allemaal in de auto. En toen kwam die bus al bovendrijven. Nou, toen ging het helemaal apisch. Gelukt, gelukkig. Ja. En ik zie allemaal blije gezichten. En ze zijn nu allemaal aan het zoeken om allemaal een plekje te vinden. En dan gaan we straks maar de aftrap doen, denk ik. Hij is in welke auto ga jij? Ik ga in de meest mooie, zeggen ze wel eens. Ik moet even kijken op mijn foto hoe die heet, joh. Hij staat hier ook bij Peton. Kijk. Hier staat hij op mijn foto, want het leeft bij ons in huis, hè. Ik weet niet of je het ziet, maar deze mooie rode mag ik mee. Ja, dat heb jij weer, hè? Nou ja, ik ben uitgenodigd. Ja. Want ja, ze zei, jij moet ook een keer meerijden, hebben ze tegen mij gezegd. Heb je anders nooit meegereden dan? Nou, altijd met een reservebusje, met de mensen, de begeleiding, met de rolstoelen, alles wat er maar nodig is. Ja. En nu in de cabrio. En nu mag ik in de cabrio, hoe vind je dat? Het is cabrio-dag vandaag en jij bent erbij. Juist. En Michiel de Haan belde vorige week op. Hij zei, Karel, hij zegt, heb je zin in om de hele dag asfaltraaf te zijn?
Dus ik doe de hele dag mee. Eigenlijk allemaal, maar nu helemaal professioneel. En uiteindelijk gaan we ook de website verbeteren. En ja, misschien voor de Facebook en dat soort dingen. En je bent gewoon ingehuurd. Ik zit hier gewoon met een serieuze partij aan tafel. Dat bedoel ik. En mag je ook in een cabrio? Ja, en wat toevallig. Mijn vader heeft een Aston Martin. En ik ga ook in een Aston Martin zitten. Dat had ik nooit gedacht. Nou. En het is een beetje toevallig. Alleen deze is wel groter, 12 cilinders. Fernando, jij zat heel erg naar mij te zwaaien. Vertel. Nee, het gaat heel goed. En jij mag mee met een cabrio vandaag? Ja. Is dit je eerste keer? Voor de eerste keer. En heb je die auto al gezien waarin je mag meerijden? De oranje. 5 Seconds of Summer. Ik hoor 5 Seconds of Summer gaat mee. Daar ben je ontzettende fan van. Ja. Ik zie je helemaal stralen. En mag jij ook in die oranje cabrio? Ja. Nou, dan moeten jullie in die cabrio gewoon muziek gaan aanvragen. En dan zeg je, ik wil 5 Seconds of Summer. Ik wil 5 Seconds of Summer. Ik ga er voor het zoveelste jaren mee. En ja, het is gewoon een happy. Dus met het mooie weer kan het eigenlijk niet meer stuk. En ik denk dat jij ook bijna elk jaar er mee bent geweest. Zover ik weet wel. Zover ik me kan herinneren wel. En wat was de mooiste cabrio waarin je gezeten hebt? Hè? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet meer. Ze zijn allemaal even mooi. En Lex, jij mag weer mee. Ja. Hoeveelste keer denk jij? Ik zou het echt niet weten. Nee, echt niet. Maar je behoort er gewoon weer bij. Het kan eigenlijk niet doorgaan zonder jou. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb de eerste cabrio-dag al meegemaakt. Dus dit is nummer 16, 16e editie. En dus de 16e keer. En daarvan 10 keer meegereden ongeveer. En hoeveel mensen deden er aan de eerste keer mee? Weet je dat nog een beetje? Ongeveer? Ik denk dat dat de helft was. Het was natuurlijk enorm zoeken. Waar ligt nou de max? En hoeveel kun je nu eigenlijk zonder dat het problemen geeft langs de route kun je natuurlijk plannen. Maar dit jaar met de cabriobus is het natuurlijk mega veel mensen die natuurlijk die we natuurlijk een mooie dag kunnen bezorgen. Dus dat is... Hoe kwamen jullie op dit idee? Nou, cabriodag is een van de eerste evenementen, echt serieuze evenementen, wat wij als heren van Schagen zeg maar, organiseren. En dat is ooit ontstaan vanuit een vergadering van, joh, wat kunnen wij nou doen om mensen met een beperking een mooie dag te geven. En daar is cabriodag uit ontstaan. Hoe dat helemaal exact is gelopen, dat weten we ook niet. Maar het is uiteindelijk wel een heel serieus evenement, samen met de Amuse Ronde aan het eind van het jaar. Dat is natuurlijk ook een hele mooie evenement geworden. Waar een mooie opbrengst uitkomt, waar we ook weer mooie goede doelen mee kunnen ondersteunen. En met zoveel zijn jullie als heren? 35 heren. En het leuke is ook om te vermelden dat we de laatste 5 jaar enorm aan het verjongen zijn. Er zijn enorm veel jongere heren bijgekomen. Dat geeft ook weer nieuwe energie in de club. Met nieuwe ideeën. En dat is mooi om te zien. Ja.